Welkom in een nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Lianne Kemink. Lianne volg ik al een tijd op Twitter en ik waardeer altijd haar grappige schrijfstijl, maar ook grappige ervaringen die ze deelt. En vond ik het leuk om nu dit keer ook haar boek te lezen, haar nieuwste boek. Ze heeft 3 boeken geschreven, Je moet bijna niks, Dingen anders doen en Je kan het, zo zaakjes, doen. En dat laatste boek heb ik dus gelezen. Dankjewel daarvoor, Lianne, dat je het hebt gestuurd hebt. Ja, graag gedaan. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, dat is sowieso. En ik kijk uit naar het gesprek, omdat wat je in het boek hebt geschreven, dat spreekt enorm aan op hoe ik werk. Maar er zitten ook een aantal dingen in waarvan ik denk, oh oké, doe je dat zo? Oh, werkt dat zo? En ja, het grappige is natuurlijk ook van waar haal jij het lef vandaan om zo'n boek te schrijven? Oh, wat een leuke vraag. Ja, niemand houdt me tegen, Erno. Ik denk dat dat het vooral is. Ik snap heel erg goed wat je soort van vraagt van ja, wie ben jij wel helemaal soort van. En nou ja, ik heb vroeger ook wel gedacht inderdaad van ja, wie ben ik wel helemaal dat ik dus dat soort teksten schrijf en tegen andere mensen een beetje vertel hoe ze dingen moeten doen. Maar niemand houdt me tegen. En ik vind het heel leuk om, als het kan, andere mensen in elk geval een beetje te cheerleaden, te motiveren en te ondersteunen met de dingen die ze willen doen. Ik hoop altijd maar dat wat ik schrijf, dat andere mensen daar in elk geval iets aan hebben en anders gewoon een beetje om kunnen lachen. En als je jouw teksten leest, dan is dat lachen, dat speelt zeker een rol in hoe je schrijft. Hè? Dus, want heel vaak voeg je iets toe tussen quotejes of haakjes of wat dan ook, hoe je de dingen ziet. En dat zet meestal wel een lach op mijn gezicht. En ik ga vanuit op de andere ook, dus ik kan me het heel goed voorstellen. En dat zie je denk ik ook terug in al je schrijfsels, ook je schrijfsel op Medium in het Engels. En ook daar gebruik je toch wel grappige taal. En je geeft bijvoorbeeld ook een cursus, opleiding, training, ik weet niet hoe ik het noemen. Creatief schrijven. Ja, cursus bij het NTE inderdaad. Ja. Want wat heb jij? Want ik zag ook in je stage, nee, niet in je stage, in je tussenjaar of was een semester was het in Amerika. Ja. Ook op het creatief schrijvenstuk stond je hoogste cijfer. Ja, klopt, ja. Maar hoe komt dat schrijven zo bij jou, dat zo'n belangrijke rol speelt? Ja, dat is, nou ja, eigenlijk maakt mijn familie er nog steeds grapjes over. Dat je kon vroeger een bal naar mij toe rollen, maar daar deed ik echt helemaal niks mee. Dan liep ik gewoon naar een boekje om een boekje te gaan lezen. Ik kon ook al heel vroeg praten en altijd geobsedeerd met lezen. Nou ja, zodra ik kon schrijven, ging ik schrijven. En mijn vader heeft daar echt wel een belangrijke rol in gespeeld. Die heeft dat heel erg aangemoedigd ook. Die was ook degene die tegen mij zei, toen ik op een gegeven moment best wel goed werd in Engels, zei hij van ja, maar ga je Cambridge diploma halen? Want elke Nederlander zegt dat hij goed is in Engels. Zorg ervoor dat je het kan bewijzen. Ook aangemoedigd om naar Canada te gaan. We gingen ook altijd samen naar de boekenbeurs. En schrijven is voor mij echt, het is gewoon echt een onderdeel geworden van wie ik ben. Ik heb gewoon altijd al heel erg van taal gehouden. En ook iets wat gewoon niet te stoppen was. Zeg maar, als ik een pen in mijn handen krijg, dan ga ik schrijven. Ik heb altijd een notitieblok bij me. Ik vind schrijven gewoon naast mijn werk. Want ik vind studentendecaan zijn ook wel echt heel leuk. Ja, ik vind schrijven het allermooiste wat er is. Ja, oké. Maar dan heb je nog steeds schrijven en schrijven. Ja. Want hoe kom je tot dat creatieve schrijven? Dat is natuurlijk best wel een apart ding. Ja, ik ben toen, dat was in 2015 of 2016, ben ik gevraagd door het NTE om dus hun cursus creatief schrijven te maken. En zij hadden zelf al de lesboek hadden ze uitgezocht. Dat was Zin van Geertje Kouwenberg en Schrijven vanuit je hart van Natalie Goldberg. Dat is in het Engels is dat Writing Down the Bones. En dat boek heb ik vroeger kapot gelezen. Er stond een heel oud, lelijk exemplaar van de Engelse, stond inderdaad al in mijn kast. En voor die cursus mocht ik eigenlijk andere mensen gaan helpen met iets wat ik zelf heel graag doe, namelijk schrijven over wat er in mij leeft of wat er om mij heen leeft. En dat helpt mij altijd heel erg om mindful te zijn en ook om soms
nou ja, ook tot bepaalde inzichten te komen. En ook om soms gewoon dingen beter te onthouden van de mooie en minder mooie dingen die er gebeuren in je leven. En creatief schrijven kan op allerlei verschillende manieren. Je kunt dat natuurlijk met dat stream of consciousness doen. Dat je, nou ja, dan zet je een timer, zet je de pen op het papier en moet je gewoon in één keer doorschrijven. Maar je kunt het ook doen aan de hand van een bepaald woord en op basis daarvan een stukje schrijven. Je kunt ook gewoon een soort dagboek schrijven. Het kan op allerlei verschillende manieren. En ik denk dat het heel erg gezond is. Dat mensen daarmee meer in contact kunnen komen met wie ze zijn, met wat ze willen, met waar ze misschien nog iets mee moeten. Dus dat schrijven, ik denk dat dat gewoon heel erg gezond is. De morning routine, of The Artist's Way uit het boek, hè? Dus oh, ja. dat zag ik dat je die besproken had in je podcast. Ja. Is dat dan iets wat wel vaker gezegd, dat heel gezond is, die drie pagina's in de ochtend, gewoon dat je daarmee begint en lekker schrijft. Is dat iets wat jij doet? Nee, die doe ik dus absoluut niet. Ik heb het geprobeerd, maar ik ben 's ochtends gewoon om 6 uur. Dan ga ik gewoon nog niet per se heel creatief meteen aan, zeg maar. Ik heb daar een paar uur voor nodig. Ik vind het lekkerder om dat wat intuïtiever te doen. Dus niet een soort vaste routine. Kijk, voor het schrijven van blogs of boeken en dergelijke heb ik gewoon toch een soort van gewoonte van, nou, ik ga zitten en ik ga eraan. Want nou ja, over een paar maanden heb ik een deadline en die wil ik gewoon halen. Dus hè. Dus ik laat dat wat meer gewoon gebeuren, soort van. Maar er zijn heel veel mensen die juist heel erg binnen die routine die dat vinden. Die juist die routine heel erg goed kunnen gebruiken, omdat het dan eigenlijk echt gaat gebeuren. Dus ik denk altijd dat iedereen daar... Je hebt zoveel verschillende manieren, je moet echt een beetje vinden wat het voor jou doet. Nee, je zei net, dat het schrijven, dat onthoud je beter. De dingen die je overkomen of de dingen waarmee je zit. Lees je dan je schrijfsels ook terug? Soms. Niet alles. Ik kan bijvoorbeeld mijn puberdagboeken, dat kan ik echt niet aan. Daar ga ik nooit meer naar kijken. Hoewel ik het wel heel leuk vind. Ik weet niet of je de podcast Echt Gebeurd kent. Maar daar hebben ze dus één keer in de zoveel tijd. Komt er iemand en die gaat zijn puberdagboek voorlezen. Nou, dat is geweldig. Maar ik kan het geloof ik nog niet aan qua kromme tenen. Maar soms lees ik het nog wel eens terug. Dat, ik denk dat altijd als je je eigen werk of je eigen stukjes terugleest, dan zie je er zowel de mooie dingen in als dat je denkt van, oh jeetje, wat deed je toen dramatisch of oh, wat slecht. Of weet je, dat denk ik dat allemaal mag. Ja, maar het onthouden zit dat dan vooral in het, doordat je schrijft, gewoon dat je alleen al papier hebt. Ja, en dan inderdaad, ik heb wel nog eens een keer gekeken naar mijn eerste boek, Je Moet Bijna Niks. Dat heb ik in 2016-ish geschreven in de zomer. En dat heb ik allemaal, de eerste versie daarvan heb ik allemaal met de hand geschreven in het Engels. Terwijl het was een Nederlands, uiteindelijk werd het een Nederlands boek. Maar ik heb dat kwam er in de eerste instantie, kwam dat er allemaal in het Engels uit. En dat staat, ik denk dat daar echt 20.000, 30.000 woorden van dus op papier stonden. En dat heb ik nog wel eens teruggepakt, omdat het Nederlandse boek is wat daar staat, alleen natuurlijk toch een beetje aangepast, zeg maar. En dat is dan wel heel leuk om soort van je eigen proces nog eens te bekijken. En want jij schetst net op hoe je proces dan is, bijvoorbeeld, dat je het hebt over dat je... je hebt een deadline over een aantal maanden of over een jaar voor je boek. En dan ga je gewoon schrijven. Maar dat is, denk ik, een van de meest lastige dingen voor de meeste mensen om te doen. Zoals je kijkt, ik heb het in mijn whitepaper over de lange termijn keuzes die je maakt als ondernemer. Ja. Het is juist elke dag dat doen wat bijdraagt aan die lange termijn, dat is het meest lastige voor die mensen om te doen. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want hoe zorg je ervoor dat je dan dat wel had, dat doen? Nou, dat is echt oefenen geweest. Gewoon trainen. Zoals je natuurlijk ook weet, ben ik groot fan van de Pomodoro tijdsmanagement techniek. Dus ik leef mijn hele leven in 20 minuten per keer. Ja, en ik kan altijd wel ergens 20 minuten vandaan halen. Nou ja, en doordat ik dat dus eigenlijk al... Nou, daar ben ik mee begonnen tijdens mijn eerste boek. Dat die Pomodoro techniek, dus gewoon 20 minuten schrijven of 20 minuten redigeren of 20 minuten proeflezen. Dus toen begon die routine er gewoon heel erg in te slijten. Nou, ik gebruik hem ook voor mijn werk, maar ik heb hem bij mijn tweede boek ook gebruikt voor het hele proces. Schrijven, redigeren, proeflezen. En op een gegeven moment is het in elk geval voor mij echt zo dat mijn brein gaat niet meer zo zeuren. Want mijn brein denkt, oké, nou, we gaan blijkbaar Pomodoro'en. Daarna gaan we vast wel weer wat leuks doen. Dus mijn brein denkt gewoon, oké. En dan zit ik dus hier achter mijn computer met muziek op en die timer aan.
Ja, en dan kom ik wel, weet je, dan schrijf ik wel. En natuurlijk is dat de ene keer geïnspireerder dan de andere keer. Maar ja, schrijven is ook gewoon zitten en beginnen. Dus dat is er gewoon helemaal ingesleten. En ik denk dat we willen het meteen kunnen. Dus we willen inderdaad, zodra we beginnen met ondernemen of met schrijven of wat dan ook, willen we eigenlijk meteen vanaf dat moment elke dag het goed doen. Elke dag inderdaad doen wat jij zegt, van hè, voor de lange termijn ons inzetten. Maar je moet eerst kruipen voordat je gaat lopen en voordat je gaat rennen en voordat je gaat sprinten en voordat je op de Olympische Spelen staat, weet je wel. Dus het is gewoon, het duurt langer dan dat je wil om dat erin te krijgen, maar het kan wel. Alleen het gaat gewoon iets langzamer dan je denkt. Als jij dan schrijft, lees je dan, want je hebt dan die Pomodoro-tijd, 20 minuten stel je in, mm-hmm. Ik ga nu schrijven van 20 minuten, ja. Maar lees je dan het wat je daarvoor hebt geschreven terug? Nou, ik maak vaak een haakje, zeg maar. Dus dan, als ik dan klaar ben, dan maak ik nog even de zin af. En dan zet ik nog heel even bijvoorbeeld, het begin van de volgende zin zet ik er neer. Of het volgende onderwerp zet ik even erbij. Of ik kan hierop verder. Dus dan, ik heb vaak wel een haakje waar ik weer mee verder kan op het moment dat mijn volgende Pomodoro begint. Ja, ja, ja. Ja, ik merkte de laatste keer dat ik mijn whitepaper schreef, dat het heel erg... Weer, dat ik heel vaak aan het teruglezen was. Dat ik heel vaak en daar veel tijd aan kwijt was. Wat een heel zonde was. Maar ja, ik kwam, uit sommige delen kwam het niet goed uit. Dus ik zat weer te worstelen op zo'n moment. Ja, precies. Nu combineer je dit. Want dat is een veel gehoorde opmerking van mensen waarmee ik werk, ondernemers. Hè, dus het schrijven of lezen hebben we helemaal geen tijd voor. Dus het lezen heel weinig boeken, terwijl je kan ontzettend veel leren. Ja. Maar ook schrijven ze zelf nauwelijks in een blog of wat dan ook. Nee. Of een boek of zoiets dergelijks. Terwijl het heel waardevol is om jouw gedachten goed te verspreiden. Ja, zeker. En jij bent, je zei het net al, je bent de decaan. Ja, klopt. Ja. Dat doe je volgens mij iets van 4 dagen per week. Ja, klopt. 32 uur. Ja. Ja. En dus heb je eigenlijk 1 dag in de week over voor al het andere werk wat je doet. En dat is, dat is veel schrijven. Ja. En dat doe je in die 20 minuten heel vaak. Maar wat is dan je advies voor ondernemers om wel tot dat schrijven te komen, waarbij zij zelf vinden dat ze, want je hebt in je boek een paar opzetjes aan gemaakt. Maar want als ondernemer, hoe vind je dan ergens die ruimte die jij ook vindt om toch te schrijven, om toch je kennis te delen, om toch je inzichten te delen? En ook als niemand houdt je tegen, maar dan nog. Je moet jezelf ook niet tegenhouden. Ja, precies. Je moet ook jezelf niet tegenhouden. Mijn advies zou in eerste instantie zijn, hou het klein, zodat je er dus goed mee kunt oefenen. Ik begrijp heel goed dat zeker met een onderneming, er zijn altijd zoveel andere dingen ook die je energie en aandacht en tijd opeisen, dat ik me ook kan voorstellen dat dat misschien anders is dan een 9-5, zoals ik het voor mezelf ook altijd een beetje noem. Mijn studentendecaanbaan is best intensief, maar het is wel in principe zo dat ik begin om 9 uur en ik klok om 5 uur uit. Ik hoef niet de hogeschool draaiende te houden, ik hoef niet de lange termijnvisie te bedenken, dat is allemaal niet aan mij, ik doe gewoon mijn werk. En ik kan me voorstellen dat ik daardoor meer mentale energie misschien, en zeker voor beginnende ondernemers, dat het wat makkelijker is met zo'n soort baan. En tegelijkertijd denk ik ook, er is inderdaad misschien altijd wat te doen, maar dat betekent dat je er tijd voor kunt maken. En dan zou ik dus beginnen met het klein houden. Dus misschien niet meteen inderdaad een e-book, maar gewoon korte blogs, bijvoorbeeld op Medium of op je site, of een korte nieuwsbrief. Want ik kan me voorstellen dat veel ondernemers willen ook meteen heel veel waarde geven. En dat is natuurlijk een heel nobel streven, maar begin nou eens gewoon met 1 ding, in plaats van meteen, de gemiddelde consument of de gemiddelde lezer kan sowieso niet meer volgens mij aan dan 3 handige dingen, want dan zijn ze helemaal een soort van overweldigd. Dus hou het klein, hou het voor jou haalbaar en leg de lat dus ook niet te hoog. Want zodra jij van jezelf verwacht dat jij een soort, James Altucher of James Clear-achtige of andere James, een soort nieuwsbrief moet maken, ja, dan ga je niet beginnen. Terwijl je moet gewoon in jouw nieuwsbriefje maken, of in jouw blogje, of in jouw artikeltje, of een LinkedIn-post waar je zelf blij van wordt. Om op die manier, alle zichtbaarheid is mooi meegenomen. En het mag ook gewoon, ik vind het altijd heel lekker als ik gewoon even een kort leuk stukje van iemand kan lezen. Daar kun je altijd weer uitbouwen, weet je wel? Op het moment dat je dus inderdaad lekkerder voelt, dat je denkt van, dit gaat eigenlijk wel. En wat ik iedere ondernemer zou willen aanraden, is ga het boek 168 Hours van Laura Vanderkam lezen. Dat is een boek geschreven door een New Yorkse journaliste.
Zij heeft ook I Don't Know How She Does It geschreven over allerlei succesvolle vrouwen. En nou ja, dat boek gaat eigenlijk gewoon in op het feit dat als je 168 uur hebt per week, dat er meer daarvan opgaat aan ja, gekkigheid, zeg maar, dan dat je je realiseert. En dat er eigenlijk best veel uur over is. Want stel je werkt nou ja, tussen de 32 en 40 uur en je slaapt ongeveer, nou, laten we zeggen, 8 uur, 9 uur. Dan nog is er echt intens veel tijd wel over. En dat, daarin mag je gewoon Netflixen en mag je gewoon ja, niet zoveel bijzonders doen. Maar je kunt niet echt zeggen dat er geen tijd is. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik zie dit ook zo. En ik heb mijn dag erop ingedeeld ja, dat ja. Dat zo werkt voor mij. En dan heb je denk ik nog een tweede issue. Dan heb je het geschreven. Mm-hmm. Ja, en dan moet je op die publicierknop klikken. Ja, dat is moeilijk en spannend. Waarom is dat voor jou zo, of lijkt het voor jou zo eenvoudig? Ik heb ergens onderweg gewoon bedacht van, ja, mijn enige taak is dingen maken. En op de wereld zetten, in die zin. En wat andere mensen daar vervolgens mee willen doen, dat is hun taak. Dus ze mogen dat leuk vinden, ze mogen het niet leuk vinden, ze mogen het afkraken. Ze mogen er 1-sterrenreviews over geven. Het mag gewoon allemaal. En ik mag het niet leuk vinden natuurlijk als dat gebeurt. Maar in principe is dat gewoon allemaal niet echt aan mij. Dus ik zie dat een beetje, zeg maar, ik heb dat een beetje losgekoppeld van elkaar. En ik denk dat het voor mij makkelijker maakt. En het zal heus helpen dat ik ook veel positieve feedback natuurlijk krijg. Ik denk dat ik het lastiger zou vinden. Kijk, als ik echt elke dag 10 mails krijg over wat een rotboek ik heb gemaakt. Ik denk dat dan wordt deze filosofie natuurlijk echt wel een stukje moeilijker. Maar dat is wel een beetje wat mij heel erg helpt. Omdat ja, het staat iedereen vrij om het niet te lezen, om mij niet te volgen, om er niks mee te doen. Maar ik wil het graag maken. Daar word ik heel blij van. En we hebben allemaal hobby's nodig. Dus ik, ja, daarom is het denk ik voor mij makkelijk. Ik zie het als, het is gewoon niet mijn zaak, niet mijn probleem. Als iemand er wat aan heeft, heel fijn. En als iemand er niks aan heeft, jammer. Maar misschien hebben ze wel iets aan iemand anders of aan iets anders. Ja, bij ondernemers merk ik wel dat ze vaak bang zijn wat klanten ervan vinden of leveranciers ervan vinden. Hè? Dus als ze iets schrijven over de branche wat ze vinden dat niet klopt of niet goed gaat, dan hebben ze toch ergens iets wat hun teken had. Ik heb bijvoorbeeld klanten waar dat gebeurt, gewoon waar ik het zie, weet je wel. Dan hebben ze een bepaalde visie op iets en dan willen ze erover schrijven en toch doen ze het niet of ze zwakken het af omdat ze gewoon bang zijn wat dan de markt ervan vindt wat zij schrijven. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik kan het eigenlijk bijna niet voorstellen. Want het is gewoon, het is uiteindelijk wel, je hebt wel je visie over de markt. Die zou je het liefst niet compromitteren. Nee, dat is waar. Maar goed, inderdaad, het is natuurlijk ook allemaal mensenwerk. Dus ik kan me voorstellen dat je anderen ook niet tegen je in het harnas wil jagen. Nou ja, weet ik niet. Jij zegt net zelf, het interesseert me niks eigenlijk wat een ander, ik moet gewoon maken. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je een soort van afhankelijk bent van deze mensen. Dat is voor mij natuurlijk ook anders. Ik heb gewoon een vaste baan. Dus ik hoef ook niet soort van in die zin te hustelen, zoals veel ondernemers wel natuurlijk moeten doen. En ik kan me voorstellen dat je dan ergens echt wel bang bent van, oh, maar als ik dit zeg, dan wil X of Y misschien niet meer met mij werken. Nou ja, denk ik dan, dat valt nog maar te bezien. Want je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren wanneer jij dit publiceert. Wie weet zegt X of Y wel van, wow, daar had ik nog nooit zo over nagedacht, vertel. Of inderdaad vinden ze het niet leuk, maar volgt er daarna een goed gesprek. Of vinden ze het niet leuk en werk je niet meer met elkaar, maar ga je met andere leuke mensen werken. Dus weet je wel, ja, de worst case scenario is op zich nog niet eens zo'n heel erg groot worst case scenario. Maar ik kan me de initiële apprehension kan ik me wel voorstellen. Alleen inderdaad, hoe grote rol laat je het spelen? Want ik denk dat daarmee ook heel veel waarde verloren gaat. Als je dus inderdaad blijft afzwakken of het niet deelt. Nee, ik denk precies dat wat je zegt. Hè. Dus het is wat ik vaak daarna hoor als ze het wel doen, is dat er dus iemand anders langskomt die juist het super interessant vindt wat ze schrijven. Ja. Dat de klant vaak niet eens afhaakt, maar dus inziet dat ze echt nog wel een stap verder mogen gaan of nog een stap extra mogen zetten. Ja. En B is dat ze ook denken, oké, als ik dit niet heb gezegd, dan kan ik ook de volgende stap zetten. En kun je wat meer uitzonderen. Hè? Dus in plaats van dat je de grijze muis wat in de markt, waar niemand echt interesse heeft, is dat je juist een positie neemt.
En dat zie ik bij jou ook terug. Als ik naar je kijk, bijvoorbeeld naar, op Instagram, hè, dan zie ik foto's van je in allerlei verschillende kledij, in verschillende posities. En het gevoel wat ik erbij heb, is dat je je eigenlijk nergens voor schaamt. Hè? Dus dat is vooral niet verkeerd bedoeld, maar dat is dus nee. Wat ik dus zie in je beelden, denk van ja, nee, ze doet het gewoon allemaal. Ja. En dat vind ik zelf ook wel spannend soms. Ja? ja, zeker. Ik denk toch wel heel vaak na van, oh ja, als dit doen, denk ik dat mensen er toch wel wat van zullen vinden. Terwijl als ik gewoon het niet op foto heb staan, dan zit het eigenlijk maar in de rol. Nee, precies. Ja, maar dan het zichtbaar maken voor anderen, dat is dan nog wel even een dingetje. Ja, ja echt. Ja, dat is misschien ook oefenen. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Maar ergens heb je het ook waarschijnlijk in je. Ja, ik heb wel denk ik een bepaald soort... ik had het er laatst nog over met collega's ook. Hè? Want nou, ik heb allerlei soorten collega's. En de een zit wel op Instagram en de ander niet. En de een vindt het wel leuk en de ander die vindt het belachelijk. En ook dat mag allemaal. En ik denk dat wat me voor een deel misschien kenmerkt is dat... Ik vind het niet erg om gezien te worden of zo. Dus het is... elk mens heeft aandacht nodig. Want zonder aandacht ga je dood. Maar als ik naar mezelf kijk, dan ik, zeg maar, ik ben ook heel regelmatig niet op social media. Ik heb elk jaar tussen de 1 en 3 maanden dat ik er volledig afwezig ben. Omdat dat ook, vind ik, goed is voor mijn mentale gezondheid. Om even er helemaal van los te koppelen. Want dan vind ik het daarna ook weer leuk, zeg maar. Want je kan ook een beetje vastkomen in een soort sleur. Dat loskoppelen voor mij werkt in ieder geval heel goed. Maar ik heb er gewoon niet zoveel last van als mensen me kunnen zien of zo. Dat hangt dan natuurlijk ook vast samen met mijn filosofie van wat een ander daarvan vindt, moet hij lekker zelf weten. Maar ik heb, dat heb ik in het echt, heb ik dat ook van, je mag me zien. Je hoeft me niet te zien, maar het mag of zo. Ja, ja. Ja. En in je boek verwijs je ook naar of je ooit zo succesvol wordt als Tony Robbins. Zou je zo zichtbaar willen zijn als hem? Nee. En waarom dat dan weer niet? Ik heb er best toevallig een tijdje terug best wel goed over nagedacht. Omdat ik heb heel veel influencer vriendinnetjes ook. En heel veel. Ik heb een aantal influencer vriendinnetjes. Ik ken een aantal auteurs en zo. En wat je daarvoor allemaal moet doen. Er is iets aan zo beroemd zijn, waarvan ik niet denk dat het bij me past. Ik ben toch een beetje een, excentriek is overdreven, maar ik ben wel een beetje een aparte, was altijd al een beetje een aparte blogger, want ik was de enige Nederlandse blogger die in het Engels schreef, de enige zelfhulpblog op dat moment. Dat rare met dat Engels en Nederlands. Ik heb me nooit volledig erin gestort, maar heb altijd ook gewoon in het hoger onderwijs gewerkt. En ik denk dat als ik zo succesvol zou zijn als bijvoorbeeld een Tony Robbins, dan kan ik geen DK meer zijn. En dan zijn er een aantal dingen in mijn normale leven, dus zowel misschien qua werk als ook gewoon qua, een beetje aangeschoten op een terras zitten brallen met 3 vriendinnen. Dan zijn er allerlei dingen, denk ik, die niet meer kunnen. En ik weet dat ik net zeg van, iedereen mag van me vinden wat ik wil. Maar ik zou wel helemaal gek worden van iedereen die me dan gaat DM'en met advies, met kritiek, met commentaar. Want dan heb je zo'n grote groep mensen die alles wat je doet gaan zien. Dat logisch, die hebben daar dan allerlei ideeën en meningen over. En ik hoef het gewoon niet te weten. Ik hoef het gewoon niet te horen. Dus dan, zeg maar, daarmee moeten dealen is misschien wel de grootste reden dat ik zeg... Laat mij maar lekker gewoon een beetje soort van hier in dat pierenbadje lekker een beetje tuttebellen. En ik vermaak me hier prima. Maar zie je, want Tony Robbins is natuurlijk ondernemer. Ja. Hij is ondernemer. En zie je een kans voor jezelf dat je op een bepaald moment fulltime bezig bent met schrijven en met zelfhulp, met dat soort dingen, en dat je geen baan meer hebt, 9 tot 5? Ik weet dus niet of ik dat wil. Ja, dat is een vraag. Ik geniet echt heel erg van mijn werk. Ik word echt heel blij van met studenten werken en
Soms lijkt het me wel heel leuk om bijvoorbeeld een tijdje even alleen maar met schrijven bezig te zijn. Maar ik denk dat is iets, dat is voor mij echt een project voor over 10 jaar of zo, weet je wel. Dat ik dan daar nog eens naar zou kijken van, met alle boeken die ik hopelijk tot dat moment gemaakt heb, zou er nu een kans zijn voor mij om bijvoorbeeld een jaar sabbatical te nemen. Of om inderdaad me even een jaar lang volledig toe te leggen op X of Y. En dat zou ik bijvoorbeeld, ik denk dat dat bij mij zou passen als ik bijvoorbeeld ook fictie zou gaan schrijven. Omdat daar heb ik een bepaald soort focus voor nodig die ik denk ik niet heb als mijn normale leven ook nog heel veel afleidt. Want ik haal ook heel veel inspiratie ook uit mijn werk. En daar, ik leer daar dingen die ik mee kan nemen naar ook inderdaad mijn online en naar mijn boeken. Waarmee ik denk dat ik het meeste impact maak. En dat zeg maar zeker met studenten werken. Kijk, het is gewoon een baan. En sommige studenten help ik echt alleen maar even met het feit dat ze dan verlengde tentamentijd moeten krijgen voor de tentamens, omdat ze dyslexie hebben. Maar op een aantal heb ik echt een positief effect gehad tijdens hun studie. En dat vind ik gewoon heel waardevol. Er moet echt wel iets bijzonders gebeuren, wil ik dat helemaal loslaten, denk ik. En je had net dan, dat je misschien als je fictie zou gaan schrijven, dat dan zal veranderen. En dat overweeg je wel, fictie schrijven? Zeker, ja. Ik zag het voorbij komen, namelijk in je... Ja, klopt. Ja, ik heb twee weken geleden heb ik in een soort manie 20.000 woorden geschreven. En daar ga ik nog wel eens een keer naar kijken of ik daar iets van kan maken. Maar ik denk dat het gewoon een goede training even was om te oefenen. Maar het lijkt me heel leuk om fictie te schrijven. Ik ben zelf groot fan van het young adult genre. Dat lijkt me gewoon heel leuk. En ik vind het gewoon heel leuk om projecten te doen waar ik zelf zin in heb en zelf blij van word. En die mogelijkheid die heb ik vaak. Dus dat zou ik wel zeker in de toekomst nog eens gaan proberen. Ja. Even denken hoor. Je schrijft met die Pomodoro-techniek, in die 20 minuten schrijf je 300, 200 woorden. Ja, zoiets. Ja, ballpark. Dat vind ik reuze veel. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Dat lukt mij niet in die korte tijd. Ja, de onderkant nog net, denk ik wel. Maar in 20 minuten 700 woorden schrijven, dat lukt me gewoon niet. Dus dat vind ik wel bewonderenswaardig dat je zoveel kunt schrijven in zo'n korte tijd. Het helpt natuurlijk ook in je... Efficiëntie? Effectiviteit, weet ik veel. Ja, precies. Ja, ja. Als je zoveel woorden schrijft, dan ben je natuurlijk in staat om snel een boek te schrijven. Ja. Ja, maar mijn brein is denk ik ook meer een sprinter, zeg maar. Dat ik werk echt in die korte burst, maar daarna moet ik dan op een gegeven moment ook gewoon dus inderdaad soort van uitklokken. Ja. Dus zeg maar, ik schrijf vaak een dagdeel. En niet de hele dag, want ik kan niet de hele dag in 20 minuten zoveel schrijven. En ik heb ook natuurlijk wel gewoon momenten dat ik dus 20 minuten doe over 100 woorden. Omdat ik gewoon, wat jij bijvoorbeeld net ook zei met je nieuwsbrief, dat je dan een beetje vastloopt, een beetje worstelt ergens. Kijk, dat heb ik natuurlijk ook wel eens. Dan zit ik gewoon 20 minuten te pielen, gewoon aan een klein stukje. Ja, ja precies. Dat is meer herkenbaar voor mij. Ja. Ja, ik heb natuurlijk ook momenten waarbij het gewoon eruit rolt. Alleen wat ik besloten heb voor mezelf is dat ik in het verleden, zeg maar tot voor, ik denk een half jaar terug of zo, schreef ik elke dag, elke werkdag een artikel. En het ene artikel kwam dan snel uit, want het andere artikel was ook langer dan dus het ene moment ben je na 400 woorden tevreden en het andere moment doe je er heel lang over. Yeah. En... Ja, als je dan kijkt naar nu, want ik heb dus van mezelf gekozen, oké, ik ga wat anders doen. Ik ga wat meer ruimte geven om ervoor te zorgen dat het artikel meer body krijgt. Dus nu schrijf ik een week lang aan één artikel. En dus elke dag wel schrijven, maar dan dat het een wat stevig artikel wordt. Ja, wat substantiëler. Ja. Ja. In de hoop dat het dan wat meer draagvlak krijgt, ook in de zoekmachine op lange termijn. Want die korte artikelen zijn toch vaak wat vluchtiger natuurlijk. En ik heb geen idee of dat zo werkt, maar dat is een experiment wat ik dan doe. Ja. Ja, en dan heb ik natuurlijk wel dagen waarbij het heel makkelijk gaat. En dagen waarbij er bijna niks uitkomt. Waarbij ik vooral
content verga of dingen lees over dat stukje waar ik mee bezig ben. Dus dat is anders. Even, je bedenkt ook nieuwe woorden. Ja. Het woord bare minimum. Mm-hmm. Ik spreek het vast niet goed uit. Nou, een nieuw woord, dus dat mag, hè? Ja hoor, ik doe ook wel eens de M inderdaad op het einde, maar bare minimum. Ja, precies. Ja, dat is. Ja. Wat is dat? Nou, dat is eigenlijk dat je probeert om met het minst mogelijk doen wel een acceptabel resultaat te boeken. Dus bijna niet leren voor wel een 5,5. Even een heel kort afgeraffeld mailtje maken om iets te regelen. Gewoon een beetje een soort van kijken of je met zo min mogelijk werk toch voor elkaar krijgt wat je eigenlijk wil. En waarom wil je dat? Nou ja, ik denk dus dat je dat bij heel veel dingen niet moet willen. Kijk, het is een tijds- en energiebespaarder. Dus je kunt het zeker af en toe inzetten. Maar in een ideale wereld zou ik willen zien dat mensen wat minder bare minimumen bij dus de belangrijke zaken. En juist wat meer gaan denken aan, ik ga hier tijd en energie in investeren, want het is belangrijk voor mij. En dat geldt zowel voor studies, als voor bedrijven, als voor projecten, als voor hobby's. In plaats van te kijken van hoe kan ik met zo min mogelijk doen, wel het barely acceptable outcome realiseren. Jij noemt net een aantal punten waarvan toepassing. Ik denk dat het misschien wel het belangrijkste, zo niet in ieder geval heel erg belangrijk is voor relaties. Zeker, ja. Zo kun je er ook inderdaad naar kijken. Van, zowel in vriendschappen natuurlijk als romantisch partnerschap. Zeker als je elkaar natuurlijk al lang kent. Dat je op een gegeven moment denkt van nou, hè, we zitten weer eens samen op de bank te Netflixen. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is ook hartstikke leuk en gezellig. Maar niet als je allebei je telefoon overigens op schoot hebt. En de helft van de tijd eigenlijk niet oplet. En ook überhaupt niet met elkaar praat. En het kan heel waardevol zijn om te kijken naar je vriendschappen en je relaties. En daar dus wat bewuster. Dus inderdaad tijd of moeite in te investeren. Zeker, ja. Ja, ja, ik denk dat dat voor veel mensen een handig iets is, zeker met social media, zie je wat jij beschrijft, dat mensen naast elkaar of in dezelfde ruimte zitten en ieder op hun eigen telefoon zit te scrollen te doen. En dus eigenlijk ze zitten naast elkaar en toch leven ze op dat moment in hun eigen wereld. Ja, en ik denk dat we zeker nu, en nou ja, ook natuurlijk na corona misschien zelfs ook nog wel, maar de valkuil is er. Het is zo makkelijk om, zeker als je moe bent naar je werk en even gewoon ook een beetje oud wilt tunen, dat je inderdaad gewoon, dan ga je niet samenleven, dan ga je parallel leven eigenlijk. Ja. En dat is zonde. Ja, ja, zonde. Ik denk dat het gewoon uiteindelijk een risico is voor je relatie, zeker. Ja, ja, en ook voor je gezondheid uiteindelijk. Hè. Dus je relatie is natuurlijk belangrijk om te ventileren, om met elkaar te communiceren, om ideeën te wisselen. En als je daar minimale aandacht aan besteedt, minimale tijd aan besteedt, dan denk ik uiteindelijk dat je dat dus ook gewoon onder lijdt. Ja, dat kun je gaan merken. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Kan dat toch, dat kan meer irritatie opwekken. Je kunt inderdaad eigenlijk gewoon belangrijke dingen niet opmerken van je partner. Dat hij bijvoorbeeld niet zo lekker in zijn vel zit. En dat heb je eigenlijk niet echt gezien. Of je bent allebei een beetje vergeetachtig over elkaar. Het zijn gewoon van dat soort kleine dingetjes waarmee je, je relatie loopt daarmee een risico. En daarmee loopt inderdaad ook je gezondheid een risico. Omdat op het moment dat je eenmaal, hè, dat zijn natuurlijk die drie pilaren, zeggen ze wel eens, hè, werk, gezondheid, relaties. Nou ja, een eentje kan wel wiebelen. Maar op het moment dat alles gaat wiebelen, en of er valt er eentje om, dan moet je eigenlijk iets hebben om op terug te vallen. Dus het kan heel erg de moeite waard zijn om ook daarin inderdaad, zoals je zegt, dus te kijken naar investeren in elkaar. Ja. Nu, ik kom nog zo weer terug op een paar puntjes van je boek, maar even dan de terugstap maken naar eigenlijk je opleiding. Want je zegt allemaal slimme dingen ook hierover. Hè? Een bepaalde stelligheid, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met je opleiding. Ja. Wat is voor jou het belangrijkste wat je in je opleiding psychologie hebt geleerd? Het belangrijkste wat ik in mijn opleiding psychologie heb geleerd is
Allereerst gewoon de basiskennis over de mens. Dus hè, hoe wij, hoe ons brein werkt, hoe we ontwikkelen. En er zijn, weet je wel, ik ben in 2011 afgestudeerd, dus het is alweer best een tijd geleden. Dus er zijn allerlei inzichten die ik misschien niet heb, of die inmiddels anders zijn. Maar ik heb een bepaalde basis over de human psyche daar wel echt op gedaan. Maar misschien wat ik nog wel belangrijker vind, is gespreksvoering. Ik heb tijdens mijn studie heb ik elk jaar practica gedraaid met gespreksvaardigheden. Toen ik in mijn stage liep bij PsyQ op de ambulante afdeling voor depressie en bipolaire stoornis, gespreksvaardigheden, veel gedaan, veel geoefend. Ik heb, toen ik op de universiteit werkte, heb ik zelf ook die gespreksvaardigheden practica gedraaid. Een van de belangrijkste dingen die je kan leren in het leven is met andere mensen praten. Wauw. En dat is, neem ik aan, ook weer een van de belangrijkste elementen in je huidige job. Zeker, ja. Ja, ja, dat, in mijn huidige werk komen studenten naar de studentendecanen toe met, ik heb een probleem of er is iets aan de hand. En, dat kan dus inderdaad kan heel simpel zijn tot, ik heb vijver en ik ga al mijn deadlines niet redden, dus ik moet, daar moeten we iets mee. Nou ja, tot gewoon hele ingewikkelde psychosociale, emotionele situaties, waarbij je soms ook wel echt moet leren hoe je met iemand om moet gaan. En dat gaat heus niet in één gesprek. In alle gevallen. Maar door die basis van die gespreksvaardigheden en mijn natuurlijke neiging om ook nog wel eens een beetje te gaan prikken in iemand. Gebruik ik dat inderdaad heel veel. Wat doe je dan als je een beetje gaat prikken in iemand? Nou, ik vind wat ik zelf altijd heel leuk vind. En er zullen vast studenten zijn die dat zich niet op zo'n positieve manier herinneren. Maar op het moment dat ik met iemand praat die heel erg veel externaliseert. Dus die mij in 5 of 10 minuten al heel veel heeft verteld over wat alle docenten verkeerd hebben gedaan. Wat de klasgenoten verkeerd hebben gedaan. Wat de studentenzaak verkeerd heeft gedaan. Wat de vrienden verkeerd hebben gedaan. Wat ouders verkeerd hebben gedaan. Dan vraag ik op een gegeven moment, doe je zelf ook wel eens iets fout? En de reactie die daarop komt is heel tekenend. En op basis daarvan komen we vaak alweer een heel eind, ja of niet, een heel eind verder. Ik wil absoluut niet zeggen dat alles altijd alleen maar iemands eigen schuld is. Zeker niet. Dat is absoluut niet het geval. Maar het is wel soms opvallend in een gesprek hoe vaak iemand het woord van de ander gebruikt versus ik. Want op het moment dat je geen enkel aandeel neemt in de situatie waar we op dat moment mee bezig zijn, dan is het heel interessant om eens te vragen van, goh, wat is jouw rol? Of hoe zie je dat zelf? En heb je wel zelf iets verkeerd gedaan? Dat wekt dus soms een beetje die verraste reactie op. En dan komt er dus vaak, ja, nee, ik weet ook wel dat, weet je wel. En dan kom je vaak, en op basis daarvan kom je vaak weer een stuk verder. Dus dat soort dingen vind ik vaak wel leuk om een beetje te prikken. Of als iemand vertelt van, ja, en ik moet echt afstuderen, want mevrouw, ik ben al 22. Dan zeg ik, ja, nee, inderdaad, het is echt TikTok, 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 weet je wel, een beetje zo op die manier. En kijk, bij een hele timide, hele verdrietige student, dan doe ik dat natuurlijk niet. Maar bij iemand met wie ik merk van, nou, hè, wij kunnen wel goed met elkaar, dan kan je met dat soort beetje toch grapjes en een beetje confrontaties, kun je juist vaak wel heel ver komen. Ja, dat snap ik ook. Je bent hiervoor gaan werken bij de Universiteit van Rotterdam, ja. De Erasmus Universiteit. Daar heb je zelf ook gestudeerd. Klopt. Was dat een reden om ook daar uiteindelijk ook te gaan werken? Ja, dat liep eigenlijk heel natuurlijk. Ik ben in 2011 studeerde ik af en toen kwam de functie voor tutor vrij. Een tutor en trainer op de Erasmus Universiteit die helpen in het probleemgestuurd onderwijs. Probleemgestuurd onderwijs is een didactische vorm waarbij je studenten eigenlijk een probleem aanlevert. En de studenten naar aanleiding van dat probleem eigenlijk de leerstof gaan bestuderen, zodat ze het probleem kunnen verklaren of het op kunnen oplossen en dat soort dingen. Nou, dat is ook echt begonnen ook bij de Erasmus Universiteit onder Henk Smit en Henk van der Molen. De twee psychologiepapa's soort van daar. En ik had al in het onderwijs gewerkt tijdens mijn studie. Ik heb op het mbo heb ik als onbevoegd docent Engels heb ik een aantal jaar gewerkt. Toen heb ik daar gesolliciteerd en toen ben ik daar aangenomen. En toen ben ik daar eigenlijk gewoon
gebleven. Ik hield altijd al heel erg van de universiteit. Ik vond studenten vond ik toen ook al heel leuk. En toen heb ik daar eerst 2,5 jaar gewerkt, dus als tutor en trainer. En dan pakte ik ook wel graag wat extra klussen op, zoals nakijkwerk en helpen bij allerlei dingen. En toen is er op een gegeven moment is er een internationale bachelor van psychologie is opgezet. En daar heb ik eigenlijk een soort projectmanagement van gedaan. Vertalingen voor de stof, de sociale activiteiten van de internationale studenten en dat soort zaken. Daar heb ik een hele hoop van geleerd. Het was heel leuk en soms ook echt wel een beetje ingewikkeld. Dus dat is eigenlijk mijn, dat was mijn eerste baan en daar ben ik best een tijd gebleven. En het was heel leuk. En toch besluit je dan op een bepaald moment om te switchen. Ja, sowieso had ik had een 3-jaar contract gekregen. Toen bij de internationale bachelor kon dat, omdat ze hadden gewoon best voor een tijd hadden ze iemand nodig. Nou, en toen is er in 2016 is er een incident geweest op de opleiding met een student met psychische klachten. Daarbij waren ik en een collega betrokken en ik was al eigenlijk een beetje richting overspannen aan het gaan. Want hoe leuk mijn werk ook was, ik had wel een beetje de meest niet ideale situatie. Namelijk dat je heel veel eisen krijgt, dus van boven, van je collega's en van de studenten. Maar eigenlijk weinig de ruimte hebt om daar ook daadwerkelijk zelf iets aan te doen. Want ik was in principe gewoon een wetenschappelijk docent. Nou ja, dat betekent dat je geen managementbeslissingen echt kunt maken. Dat hangt allemaal weer van andere mensen af. Het was best allemaal een beetje lastig. Nou, maar na dat incident ben ik overspannen geraakt en heb ik een posttraumatische stressstoornis gehad. Dus toen lag ik er eigenlijk uit. Dat was dus in mijn laatste jaar eigenlijk van mijn contract daar. En ik ging er eigenlijk een beetje vanuit dat ik niet verlengd zou worden naar vast. Maar ik wilde dat ook eigenlijk niet. Het leek me altijd al heel fijn om ook meerdere werkgevers te proberen. Omdat ik denk dat je daar ook heel veel van leert. Dus toen ik was aan het reïntegreren op een andere faculteit als studieadviseur. En dat paste ook echt heel goed bij me. En daar waren ze ook heel tevreden. Maar ja, dus ik werkte daar een half jaar. En ik snap ook wel dat zij niet zoiets hadden van, die nemen we dan vast aan. Terwijl ze uit een overspanning komt van een andere faculteit, et cetera. En toen kwam deze vacature voorbij. En toen dacht ik, maar dit is hem. Je hebt het over dat overspannen worden en over dat allerlei eisen en niet de controle. En dat komt ook in je boek terug. Hè? Dus een onderdeel van dat stuk is dat je... je hebt... Voor een deel kun je zeggen, oké, ik heb geen grip op wat er gebeurt, op wat ik wil bereiken, of wat ik wil veranderen. Ja. Tegelijkertijd, als je die houding aanneemt, dan is de kans op dat je je resultaat behaalt ook kleiner. Over de self-efficacy inderdaad. Yeah. Ja, op dat moment was ik me er niet zo bewust van dat ik eigenlijk niet lekker ging en dat het ook niet lekker ging. Maar het was een beetje een soort gouden kooi syndroom wat ik op dat moment had. Want werken bij een universiteit heeft bepaalde voordelen. Zowel qua cao en salaris en allemaal goede dingen. En status ook. Het geeft natuurlijk ook een bepaald soort status. Maar ik was eigenlijk helemaal niet meer gelukkig met wat ik daar deed. Hmm. Alleen, ik was op dat moment nog niet zo ver dat ik zelf echt had bedacht wat dan nu of hoe en weg en zo. Dat vond ik allemaal eigenlijk heel spannend, want ik ben ook best een beetje ik wil graag stabiliteit. En ik denk dat, dat als ik niet overspannen was, dan had ik misschien echt nog wel inderdaad geprobeerd om wat meer grip uit te oefenen. Of in ieder geval een bepaald soort van reflectie te gaan doen met mensen met wie ik werkte. Van jongens, dit is wat het is en ik heb invloed op X en Y en Z, maar niet op al die andere dingen. Dus wat moeten we daarmee soort van? Maar ik denk dat het uiteindelijk... dat het gewoon goed liep. Het liep zoals het moest lopen, denk ik. Ja. Want wat doe je nu in je huidige baan anders dan... Ik ben heel gestructureerd. Dat is echt... ik ben eigenlijk meteen toen ik hier kwam werken, heb ik gewoon een soort systeem voor mijn mailbox, voor
een future to-do-lijst voor wanneer gebeurt de admin, geen dingen laten liggen als het niet hoeft, een beetje dat soort dingen. En natuurlijk blijven er heus wel dingen liggen en gaat heus niet alles goed, maar dat heeft mij heel veel rust gegeven. Ik kon ook veel beter begrenzen. Dus niet overal ja op zeggen, niet altijd iedereen willen helpen. En inderdaad gewoon heel duidelijk weten van nou, dit is mijn werk, maar dat is niet mijn werk. Ik ben studentendecaan, ik ben geen hulpverlener, ik ben ook geen beleidsmaker, ik ben gewoon studentendecaan. En het afsluiten van mijn werk ging veel beter. Ik begin om 9 uur en in principe, nou ja, pre-corona liep ik gewoon 5 uur de deur uit en dacht ik, jullie bestaan allemaal niet meer tot morgen. Vanaf morgen 9 uur ben je de eerste en dan ben ik er weer helemaal. En dat werd ten tijde van het thuiswerken is dat natuurlijk wel een beetje op een gegeven moment vervaagd en die ben ik nu nog een beetje aan het terugvinden. Maar dat is altijd binnen dit werk beter geweest dan in mijn vorige functie. En je had het straks ook over, ja, ik heb een 9-tot-5 baan, dat lijkt me dan weer iets makkelijker dan een ondernemer. En toch denk ik dat het heel vergelijkbaar is wat je nu beschrijft. Ja. Ja. Ik denk dat wat jij schrijft, die structuur die je ontwikkelt en dat je duidelijkheid hebt, dit is mijn werk, dit is wat ik te doen heb. En ik ga niet iedereen, ik hoef niet iedereen te helpen, ik kan ook op dingen nee zeggen. Plus een duidelijke structuur, zodat je weet, oké, dus dan moet dat klaar zijn, dan moet dat klaar zijn, dan moet dat doen, moet dat doen. En dat is wat bij veel ondernemers ontbreekt. Ja, zeker. Dus ze lopen de dag het kantoor binnen en ze hebben het gevoel dat ze alle problemen moeten oplossen van iedereen. Nu onmiddellijk, ja. En dat ze daarom ook zijn. Weet je wel? Zijn ze overigens nooit begonnen, dat is ondertussen, als medewerker, is dat waarom ze er zijn. En dat is gewoon niet waar. Dat is niet je job als ondernemer, dat is niet wat je te doen hebt. En dus ik denk dat wat jij beschrijft, dat de oplossing is voor heel veel ondernemers om veel meer na te denken over de toekomst. Ja. En veel meer te denken, hoe kan ik meer impact maken met mijn bedrijf? In plaats van alleen maar te zeggen, ik moet iedereen in mijn bedrijf helpen. Ja, en de brandjes blussen om me heen. Ja. En niet alleen van de medewerkers, maar ook van de klant en al. En dat is wat jij ook ervaart, dat je van al die elementen overal voor ervaring druk en je hebt eigenlijk weinig invloed. Terwijl als je juist stellingen neemt en positie neemt en zegt, dit is zoals ik het georganiseer, dit is hoe ik het structureer. Zeker. Dan wordt het voor anderen ook veel makkelijker om te bepalen wanneer ze bij moeten zijn, ja of nee. Absoluut, ja. En weet je, je hoeft je helemaal niet aan te passen aan de ander. De ander mag zich ook aanpassen aan jou. En als jij dus inderdaad hebt besloten, nou, ik werk zo en zo. En dat betekent dat voor 10 uur mag niemand tegen me praten. Want dan zit ik gewoon alles te regelen en mijn to-do-lijst te maken voor wat er allemaal moet gebeuren. Nou, van 10 tot 11 mag iedereen bij me binnenkomen met een praatje of een vraag of wat soort dingen. Nou, en daarna gaat de deur weer dicht. Want dan ga ik deep work doen. Weet je kunt dat in principe doen. Alleen je moet dat doen. Dus dan moet je inderdaad wel een bepaalde visie. En dat hoeft niet in één keer goed te zijn. Daar kun je ook gewoon mee experimenteren. Ja, en iedereen heeft er maar zich maar aan te passen op dat moment. Ik ben het helemaal eens. Nu, je laatste deel van je boek, dat gaat over de BVA trainingskamp. Mm-hmm. Beginnen, volhouden, afmaken. Yes. En een van de termen die daarin opvalt is de carpe opus. Ja. Ik kan geen Latijn, maar dat is, het is Latijn, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Technisch gezien, mijn klassicus vriendinnetje die zei later nog, ja, het is niet helemaal correct, want opus is niet helemaal taak in die zin. Maar toen dacht ik, ja, maar het is wel het mooist, dus ik heb hem toch gehouden. maar carpe opus staat dus voor pluk de taak. En dat is dus een techniek die ik zelf vaak toepas als ik een heel vol hoofd heb met heel veel verschillende dingen die ik eigenlijk moet doen en ik raak een beetje een soort van verlamd, dan is mijn enige optie, ik moet iets doen. Dus dan maakt het niet uit hoe groot, hoe belangrijk, hoe klein, hoe frivol. Nee, we doen nu even iets. Want als ik namelijk eenmaal één dingetje heb gedaan, dan kom ik vaak vanuit daar alweer bij van oké, dan is het misschien nu handig om dat te doen. Maar het haalt je uit die paralysis van, oh, er is zoveel te doen en ik weet niet waar ik moet beginnen. Wat ik zie is, wat dus dan vaak gebeurt, is dat ze iets gaan doen wat eigenlijk geen waarde heeft. Hè? Bijvoorbeeld ze gaan de inbox openen en eigenlijk lezen en ook niet eens reageren. Want er is zoveel te reageren, dus daar heb ik ook. Ik ga morgen op, die doe ik later, zet ik heb ongelezen terug en zo. Ja. Dus ze pakken heel veel dingen op. Ik check even LinkedIn of iemand daar gereageerd heeft. Ja. En daarna draagt dat niet bij. Dus ik denk wel dat als je een plukte taak, dat het wel een taak moet zijn die iets bijdraagt. Nou ja, in principe niet. Maar wat ik denk, ik vind een inbox lezen geen taak, zeg maar. Okay, ik vind dat geen taak. Want dat is alleen maar informatie innemen. En dat levert inderdaad niks op. Dus een taak voor mij is, ik lees een mail en die beantwoord ik. Want anders vind ik het dus geen taak. Want het enige wat het dan doet, is je nog meer informatie geven terwijl er niks van output is. Dus
in die zin, het hoeft niet per se heel veel waarde te hebben, maar het moet wel echt iets doen. En ja, een mail, zeg maar, een mail van het ene mapje naar het andere mapje, terwijl er nog actie bij verzit, vind ik persoonlijk geen opus, geen taak. Nee, dat vind ik een mooie scheid. Die snap ik ook heel goed. En ik denk ook dat die goed uit te leggen is. En die ga ik gebruiken vanaf nu. Ja. Dat gewoon geen taak is. Nee, ja. En dus, iets kleins, één mail lezen en afhandelen en beantwoorden, ja. Dat is wel een taak. En als je het één hebt gedaan, dan heb je de eerste stap gezet in de ja. voortgang voor de volgende taak. Die vind ik heel mooi. Ja, en ik gebruik daarbij zelf ook altijd een beetje die algemene regel van ja, kost dit me nu 5 minuten om dit te fixen en te beantwoorden? Zo ja, dan doe ik hem ook echt meteen. Ja, dat doe ik zelf minder. Ik heb wel echt meer dat ik werk vanuit focusblokken. Ja. Dus ik heb eigenlijk in de ochtend vaak een focusblok van 2 uur... waar ik dan in principe 3 taken, die zijn dan vaak wat groter. Die zijn dan 40 minuten. Doe. En dan wil ik me ook niet laten afleiden. Dus dan heb ik de rest in principe allemaal afgesloten. Dus dan komt er ook niks langs van 5 minuten. Dat helpt mij enorm om die taak ook werken af te ronden. En wat veel gebeurt is namelijk... Dat is een grappig bijkomstigheid. Als je zo'n focusblok hebt, dan... popt er van alles in je brein. Ja, van je zegt, dat moet ik ook nog doen. Ja. Oh, dat moet ik ook nog doen. Ja. En wat de valkuil waar je ingaat, is dat je dan zegt, ik ga het even, dat kost 5 minuten, ik ga het even doen. Ja, nee, dat is dat, als je bezig bent met gefocust werk, dan moet dat juist niet. Dan kun je het misschien opschrijven voor jezelf. Precies, dat doe ik dan. Maar ja, precies. Nee, maar ik heb het meer over als ik dus inderdaad in mijn inbox zit. Oh ja. Weet je wel, ik doe dat vaak op maandag heb ik ook echt een half uurtje geblokt ook in mijn werkagenda. Van nou, dat is in principe de tijd dat ik even mijn mails beantwoord, die misschien dit weekend zijn binnengekomen. Nou, en als daar een mail tussen zit, waarvan ik weet, dit heb ik binnen 1 tot 5 minuten heb ik dit beantwoord en gefixt en in Osiris gezet en whatever, dan doe ik dat inderdaad. En de mails waarvan ik denk, ik moet hier even over nadenken, of ik merk dat ik hier heel reactief op reageer, ik moet even afkoelen, dan gaat hij in de future to-do-lijst en dan doe ik hem inderdaad later. Ja. Future to-do-lijst, die heb ik niet, dus dat klinkt wel interessant. En dat is, komt dat uit een getting things done idee een beetje? Nou, ik moet zeggen, ik werk zelf totaal niet met Getting Things Done. Okay. Dus de methodiek is mij niet super bekend. Maar het is voor mij echt het mapje van, dit zijn de grotere taken. Dit zijn de dingen waar ik iets voor moet opzoeken. Dit zijn de taken waar ik nu even rood van mijn ogen voor word. Omdat iemand, vind ik, vervelend tegen me doet. Dus ik moet even wachten met reageren. Dus alles waarvan ik weet van, het is beter als ik dit even met tijd en aandacht of met een rustigere blik doe. Die schuif ik in dat mapje. Ik ben wel... de controller zelf, hè? Dat je zoveel controle hebt op dat moment dat je zegt, oké. Ik moet even, nu even... Veel mensen ontbreekt die controle. Hè? Nou ja, het lukt me natuurlijk ook niet altijd, maar over het algemeen genomen, ik heb wel een beetje temperament. En dat is op zich ook niet slecht, omdat daarmee weet iemand wel meteen wat ik ergens van vind, soort van. Maar ik mag soms ook echt wel even een stapje terug doen en even soort van naar het grote plaatje kijken. Want op het moment dat het iets bij mij triggert, betekent dat niet automatisch dat ik dat het probleem van de ander moet maken. Dus dat vind ik zelf heel waardevol. En zeker binnen mijn werk, waarmee ik te maken heb met alleen maar andere mensen waarmee ik werk, die allemaal ook hun eigen dingetjes misschien wel hebben. Ik vind het heel waardevol om dan af en toe even een soort van dat stapje achteruit te doen, om te kijken van oké. Maar is het echt heel erg onredelijk wat deze persoon vraagt? Of is het echt heel brutaal? Of is het echt X of Y? Dan mag ik er iets mee. En zo niet, dan kan ik het loslaten als ik het maar wel even de tijd heb gegeven. Ik denk dat het gewoon best wel slim is om gewoon niet altijd meteen soort van, hè, met gestrekt been zo er overal in te gaan. Nee, dat denk ik zeker. De middelste is gewoon doorgaan. Dat snap ik wel. Het laatste, dat is afmaken. Dat is ook natuurlijk voor veel... Ik zie dat veel mensen lastig is. Ze hebben een grote taak voor zich. Ze hebben iets te brengen. Ze moeten iets publiceren. Er moet iets gedaan worden. Iets geleverd worden. Of ze bijvoorbeeld de deur uit. Weet je wel? Ik noem wat. En dan komen ze tot 80% en dan maken ze het niet af. Ja. Wat is voor jou de gouden tip om iets af te maken? Voor mij is dat inderdaad die Pomodoro. Dat is voor mij echt, dat is voor mij een soort van echt de. Dat heeft mij heel vaak gered op de momenten dat ik echt helemaal klaar was met die laatste loodjes. Of inderdaad op het moment, hè, dat je een beetje bij dat eind aankomt, dan ga je ook ineens over alles twijfelen. Wat je tot nu toe hebt gedaan, wat ook heel erg natuurlijk blokkerend werkt om verder te gaan.
Dus mij helpt het heel erg om dus gewoon tijd te blijven investeren. Dus niet dan enorm te gaan zitten op, nee, maar het is bijna af, ik moet het nu afmaken. Nee, we gaan gewoon weer even een uurtje erin investeren. En inderdaad proberen om dus relatief oordeelloos verder te gaan. En dan mag ik, hè, als het echt af is, dan mag ik heus nog wel een keer kijken van, nou, hè, wat moet er echt nog iets aan qua verbetering? Of zat ik gewoon even helemaal vast in mijn eigen oordelen en kritiek, zelfkritiek? Dus ik zou zeggen, tijd investeren. Nou, voor mij is dat 20 minuten, maar ik kan me ook heel goed voorstellen voor sommige mensen dat het 40 minuten is, of inderdaad zo'n focusblok. Oordeelloos proberen te zijn. En ook, dit is wel waar je het voor doet. Zeg maar, dit is wel waarom je bent begonnen. Om op dit punt aan te komen en het af te maken en het in de wereld te brengen. En hoe zonde zou het zijn als je het nu niet ook daadwerkelijk afmaakte en in de wereld bracht? Ja, ja, eens. Ik merk dat ik zelf bij het beginnen, om daar van terug te komen, dat als ik bijvoorbeeld iets heb bij een vraag van een klant die nieuw is, wat ik nog nooit heb gedaan, dat ik dan heel veel moeite heb om te beginnen, omdat ik niet de oplossing nog weet. Ja. En ik wil altijd de oplossing hebben voor dingen. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus ik ben niet die iemand naar anderen gaat vragen van, god, ik heb dit probleem. Ik heb geen idee hoe het moet. Heb je suggesties? Nee, ik moet altijd eens op, en dan heb ik de oplossing. Dan gaan mensen zeggen, dit heb ik bedacht. Is dat een goed idee? Ja, weet je wel? Ja, ja, precies. Dus ik merk wel dat ik daar heel veel moeite mee heb. En het is niet dat het vaak voortkomt. Omdat ik natuurlijk het liefst het werk doe wat ik gewoon vaker doe. En daar probeer ik zoveel mogelijk binnen te halen. Maar dat komt voor dat mensen dan een vraag stellen wat ik niet iedereen. En dan heb ik echt moeite met starten, merk ik. Dan heb ik echt moeite om echt dat op te pakken. Nou, ik denk dat... Ik voel dit helemaal namelijk. Ik wil ook gewoon eigenlijk van alles wat ik doe, wil ik gewoon eigenlijk al precies weten hoe het moet. Maar wat mij daarin heel erg helpt, is dat moeite hebben om te beginnen. En dat eerste stuk waarin je eigenlijk het nog niet weet. En dus ook bijvoorbeeld dingen schrijft waarvan je later denkt, ja, maar dit werkt niet. Ik zie het gewoon allemaal als onderdeel van het proces van naar die oplossing komen. Want als ik het nog niet eerder heb gedaan, dan heb ik misschien wel 2 of 3 versies nodig. Voordat ik uiteindelijk bij iets kom, wat ik inderdaad aan die ander kan presenteren van, joh, ik denk dat het zoiets moet zijn. Wat vind je daarvan? Want nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje het tweeledige van heel erg into dit soort personal growth, efficiency, tijdsmanagement. Je wil eigenlijk alles meteen zo efficiënt mogelijk doen. En het voelt niet efficiënt dat je dus eerst 10 van die propjes om je heen hebt liggen met de mislukte versies. Maar eigenlijk is dat wel nodig voor het proces. Want je komt niet bij het 11e goede idee als je niet eerst die 10 minder goede ideeën of onbruikbare ideeën had. Dus ik probeer er inderdaad mezelf ervan te overtuigen van, ja, ik hoef het niet in 1 keer te weten. Het zal de eerste paar keer misschien nog helemaal niet zijn wat het moet worden. Maar ik heb dat wel nodig om te komen tot wat het moet worden. Ah. Vraag weg. Zie je het? Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. Gebeurt. Ik heb nog 2 vragen in ieder geval. Een van de elementen die ik ook denk dat die super belangrijk is, dat je weet wanneer je moet stoppen. Ja. Want ik kan van je boek nog heel veel dingen, 3 innerlijke coaches, dat je heel veel dingen die erin staan. Maar wanneer je moet stoppen. En ik heb met Marije haar boek Stop besproken. Een heel goed boek. Maar je hebt daar, je noemt 3 methodes. Kun je ze eens beschrijven? Ja. Nou, allereerst heb ik de objectieve methode, noem ik die in mijn boek. En dat is eigenlijk echt, ga nou maar eens zo neutraal en objectief mogelijk kijken naar wat het dan ook is. En dat is best heel moeilijk als het over jezelf gaat. Als het je eigen leven betreft, is het heel erg lastig om objectief te zijn. Maar er zijn datapunten te vinden in je leven. Dus op het moment dat je met nieuw werk begonnen bent en je doet dat 1,5 jaar, maar je bent al 3 keer relatief langdurig ziek geweest, wat zegt dat, bijvoorbeeld? Of je bent inmiddels een aantal jaar ondernemer, maar dat voorbeeld noem ik ook in mijn boek, van ja, de cijfers komen maar niet in, ze komen niet uit het rood, en je bent regelmatig bij de huisarts vanwege die stressklachten, bijvoorbeeld. Of als je kijkt naar inderdaad een vriendschap met iemand, en je scrollt letterlijk terug in je WhatsAppjes en je ziet dat jij de afgelopen jaren altijd degene bent die het initiatief neemt tot contact, en je krijgt maar matigjes af en toe een reactie terug. Dat is wel data.
En je kunt die data eventueel gaan uitleggen op een manier dat je er niks mee moet. Want oh, die persoon heeft het druk. Of ja, nee, maar de eerste jaren moeten zwaar zijn. Of je kunt het gewoon even soort van, hè, met die stap terug in die Eagle-scope van oké, ja, als ik nu naar de data kijk, wat zegt dit dan voor mij? Dus dat is methode 1. Je mag ook gewoon heel subjectief kijken van ja, hoe voelt dit? Want iets kan heel succesvol op papier zijn en toch helemaal ellendig voelen. En als iets ellendig voelt, dan zegt dat eigenlijk ook wel heel veel. En daarvoor heb je wel een beetje soms een beetje de rust en de stilte nodig. Van nou, hè, inderdaad even op je kussentje zitten of op je stoel. Niet met je telefoon of met prikkels, maar gewoon oké. Als ik zou mogen kiezen, wat zou ik dan nu doen? Of wat zou ik willen? Of als alles kon, wat zou ik dan nu doen? Nou ja, en daar komen soms inderdaad antwoorden af van ja, ik gooi heel die bende gewoon in de prullenbak. Of ik wil hier weg. Of nee, ik wil hier blijven, maar ik wil niet meer dit doen, ik wil dat doen. En wat ik zelf ook wel een hele mooie vind, is de tot hier en niet verder methode. Want weet je, je hebt ook soms een proces nodig om tot het stoppen te komen. En dat zie ik bijvoorbeeld ook vaak terug bij mijn studenten die dan in de opleiding zitten, die misschien ja, of niet helemaal bij ze past, niet op het juiste moment, of er speelt zoveel dat het lastig is om het te vinden, wat het nou uiteindelijk is. En dat je dan met jezelf afspreekt, oké, als ik op dit moment nog niet de punten heb van het derde jaar, dan stop ik. Of als ik voor de derde keer gezakt ben voor mijn stage van jaar 2, dan stop ik. Maar het kan ook zijn, als ik me over een half jaar nog steeds zo voel binnen deze functie, dan ga ik iets anders zoeken. Kan ook zijn, als ik nou over een maand nog steeds met deze jongen waarmee ik date, ja, het eigenlijk niet helemaal lekker weet, dan kap ik het af. Weet je, het mogen ook dat soort dingen zijn. Die laatste methode heb ik een keer gebruikt voor mijn bedrijf. Ja. Toen zei ik, als er nu niet het resultaat boven dit bedrag uitkomt het komend jaar, dan stop ik. Ja. Ik heb het toch niet gedaan. Nee, precies. Ook al kwam het er niet mogelijk uit op dat moment. Maar dat heb ik dus ook in mijn boek staan van, nou, en als je dus op dat moment komt, en het is dat moment van, ja, eigenlijk zou je hier moeten stoppen, maar alles in jou zegt, nee, ik wil toch verder. Ja, dan kan dat ook gewoon. Weet je, dan zet je de paal toch weer ergens anders. En ja, de consequenties zijn helemaal voor jezelf, dat je dat op die manier doet. Maar het zegt vaak wel iets, dat op het moment dat je daar komt en je voelt gewoon aan alles van, ja, nee, maar ik wil toch door. Dat is wel ook een heel belangrijk teken, waar je ook echt wel naar mag luisteren. Ja. Oké, laatste vraag. En ik weet niet zeker of die de uitzending gaat halen of die de aflevering gaat halen. Prima. Heb je het boek 4000 weken gelezen? Nee. Oké, dan dan gaan we het er dus niet over hebben. Is, van wie is het? Het is van... Ik heb volgens mij namelijk wel de Medium post gelezen waar het op gebaseerd is. Namelijk, dat is zo'n soort grote blokjes pdf, zeg maar. Met hoeveel weken je kunt afkruisen van een gemiddeld mensenleven. Ja, ja, dat is de achterliggende gedachte. Is dat je hebt 4000 weken in je leven. Ja. En, maar het mooie in het boek is, het is van Berkeman, Olivier Berkeman. Ja, volgens mij heb ik het artikel gelezen. Ik zal het even opzoeken. En hij, ik vind het een super gaaf boek. Ja. We hebben het ook in de boekenkast besproken. En het is, het is eigenlijk een ode aan het minder efficiënt zijn. Oh ja. Het is de gedachtegang dat je altijd efficiënt moet worden. Mm-hmm. En dus altijd op zoek moet gaan hoe je meer werk kunt verzetten. Betekent uiteindelijk dat je er niet gelukkig van wordt. Want op het moment dat je meer werk verzet, betekent dat er meer werk op je afkomt. Hè? Als je meer mails beantwoordt, komen er meer mails binnen. En dus als je meer mensen tegen zegt, komen er meer mensen op je af. Waar je tegen. Het is dus... en het is opgedeeld in twee delen eigenlijk, het boek. Meer het filosofische en meer het praktische deel. Het is echt een... Leuk! Ik vond het echt een super gaaf boek. Oh, tof. Ik ga hem zo op mijn Kindle zetten. Ja, ja. Leuk. Dan halen we dit dus meteen uit. Ja, prima. Nou, dan was dat het gesprek. En ik vond het super om van je te leren. Ik hou van hoe je schrijft, van de aanvullingen die je doet. En die zit in hele korte berichten, in je tweets, maar die zitten zeker ook in je boek.
En ook in je Medium post, grappig overigens, dat je was natuurlijk je eigen site in het Engels begonnen. Ja. En overzet naar het Nederlands en het Medium andersom gedaan. Ja, klopt. Ja, dat is, ik moet daar nog even wat meer tijd in investeren, inderdaad, de aankomende periode, om het echt goed te krijgen. Want nu, er staat één Nederlandse post op de Self-Help Hipster. En ja, ik moet er nog even iets mee. Maar dat is ook iets waar ik, dus die beslissing heb ik heel lang niet genomen, omdat ik gewoon niet zo goed... Ja, ik zag voor- en nadelen aan allebei. En ik wist het gewoon allemaal niet zo goed. Maar ja, en toen kwam dus heel intuïtief, gevoelsmatig. Toen mijn derde boek uitkwam, dacht ik... Ja, Lian, je hebt nou 3 Nederlandse boeken met als ondertitel de Self-Help Hipster. Schat, volgens mij is het nu gewoon tijd. Nee, maar ik snap het heel goed. Ook die worsteling tussen het Engels en Nederlands schrijven. Ja, ja. Ik snap het heel erg goed. En je podcast is in het Engels. Ja. Ik zie het, het is heel herkenbaar, dat die worsteling. En ik denk dat het ook oneindig lastig blijft. Hè? Dus je hebt de Nederlandse... Het is ook geen goed of fout. Weet je? Het heeft allebei voor- en nadelen. Ja, ja. Ja. Dus nou, ik vond het een superleuk gesprek ook, Erno. Dankjewel. Fijn. Dus als je als ondernemer ook iets wilt leren over hoe je de dingen meer gedaan krijgt. Dat je, hoe je begint en hoe je dingen verder brengt en afrondt. En hoe je dat in de blokken tijd maakt in je eigen dag, in je werkweken, in je werkjaren. Dan vind ik het een super waardevol boek om daar mee in de slag te gaan. Het is grappig geschreven, niet zoals de meeste managementboeken. Misschien moet je eraan wennen, maar ik denk het niet. Ik denk dat heel erg prettig is om eens een keer als ondernemer dat je niet zo'n saai managementboek leest, maar dat je gewoon iets leest wat luchtiger is. En ik denk ook dat nieuwe energie geeft. Als je daar eens op een andere manier naar kijkt en wat meer diverser naar kijkt, laat ik het zo zeggen. Dus dank je wel daarvoor, Lianne. Leuk, dank je wel.